Milton Kensmil, inspecteur tweede klasse, is ingaande 20 februari het nieuwe hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. Kensmil zegt in gesprek met onze redactie dat hij de nieuwe uitdaging aangaat en het beste ervan zal maken. De korpsleiding die heeft het nodig geacht mij in die functie aan te stellen. Dus sinds gisteren, 20 februari, ben ik aan de slag gegaan. We kennen u in andere functies, maar hoe zal de samenwerking nu zijn? Want wij van de pers gaan u vaker nu bellen om wat informatie te vragen, regaderende alles wat er gebeurt. Hoe zal de samenwerking nu zijn vanuit de PR naar de pers? Op dezelfde wijze zoals we dat eerder hebben gedaan. De afdeling Public Relations is een afdeling welke in principe eenmaal 24 uur actief is. Ja. En wij zijn ter beschikking. Er zijn goede werkafspraken gemaakt vanochtend met het personeel. Ik had vanmorgen mijn eerste dienstbespreking. En dienovereenkomstig hebben wij de afspraken gemaakt hoe wij het andere beleid gaan uitzetten. De woordvoerder zal het niveau van de afdeling blijven hanteren en proberen het te verhogen en te verbeteren. Kensmil gaf een korte update over de stand van zaken na de demonstraties van afgelopen vrijdag. Ik geef graag actuele informatie ten aanzien van arrestaties van buitenuit. Ik heb net een medewerker aan het werk gezet die dat even moet nagaan. Dus ik blijf nog even op de vlakte wat dat stuk betreft. Maar voor wat betreft de gewonden vanuit de zijde van de politie en het Nationaal Leger, geef ik mee dat wij 10 gewonden hebben. Licht gewonden, verwondingen die nog enigszins meevielen, maar ze mochten niet plaatsvinden. En we hebben een jongeman die een stevige klap aan zijn achterhoofd heeft gehad. Dus 11, om het zo te zeggen, die rekenen we wel tot een beetje ernstiger geval. En zover ik heb kunnen natrekken, gaat het om 2 militairen die evenzo iets wat lichte verwondingen hebben opgelopen. De politiefunctionaris drukt de samenleving op het hart zich te blijven gedragen en geen onnodige problemen te zoeken, omdat zaken kunnen uitmonden in ernstige situaties.